Water. Jaarlijks valt er 750 mm uit de lucht. Overtollig water voeren we in Nederland Waterland vlot af om droge voeten te houden. Onder andere via waterschapssloten. Jaarlijks worden deze sloten geschoond. Ook bij koeien en kansen veehouder Wim van der Heining uit het Zeeuwse Hulst. Zo krijgt het water de ruimte onbelemmerd door te stromen. Maar ook voor het maaisel uit deze sloten heeft Wim in zijn bedrijfswaterplan een prima bestemming. Waterschapper Rien Klippel komt polshoog te nemen. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen, Rien. Hoe is het? Ja, goed joh. Ik was net bezig om over het land te lopen, hè, want met de regen van de laatste weken, of het niet te nat is, want ja, het is weer zo voorjaar. Oh, ja. Maar nou dat ik jou toch zie, hier tegenover zie ik de maaisel liggen, het slootmaaisel hier uit de sloot. Is het niet jammer dat het daar zomaar blijft liggen? Ja, dat is jammer, maar wij maaien de sloot en we leggen het maaisel op de insteek. Met de bedoeling dat de aangrijzende gebruiker of eigenaar het opruimt of onderploegt. Ja, ja, zo staat er in de keur en net dan bij de wet. Maar ik doe mee met het landelijk project Koeien en Kansen. En daar zijn we nou aan het kijken of we de maaisel niet kunnen hergebruiken. Want wij vinden het jammer als boeren dat het daar zomaar op de kant blijft liggen. Ja, klopt wel. Want kijk, de nutriënten die vrijkomen uit het maaisel, die gaan over het talu naar oppervlaktewater toe. Ze verrijken het talu en ze komen in de sloot. Dat is precies wat we niet willen. Nee, voor de waterkwaliteit lijkt ons dat ook niet goed. Terwijl wij als landbouw denken dat we de slootmaaisel goed op onze eigen grond kunnen gebruiken. Het is niet alleen de nutriënten, de voedingsstoffen die daar nog in zitten. Maar ook de organische stoffen die in het maaisel zitten, die kunnen wij goed gebruiken op onze grond, denken wij. Ja, en dat doe je al? Ja, dus binnen dat project ben ik nou bezig om in dit jaar het maaisel op te laden van mijn eigen sloten. Hè, dus nog niet meer van jullie. Maar om dat zelf op te laden en een open composthoop te brengen. En dat wordt in het voorjaar over het land uitgereden als compost. Kan ik dat zien? Ja, nou, de hoop ligt hier een paar honderd meter verder, dus dan gaan we even kijken. Ja, hoor. Goed. Kijk, Rien, hier ligt hij, de hoop. Ja, ja. Hoe ga je daar dan mee om, Ben? Ja, ik heb hem nou een keer met de shovel omgezet. Hij ligt er 2,5 maand en dat wil ik dan nog 1 of 2 keer doen. En het omzetten is niet alleen het mengen, maar ook het toevoegen van de zuurstof, zodat je beter gaat broeien. Dan stijgt ook de temperatuur in de hoop en dan wordt ook de onkruidzaad vernietigd. En tegelijkertijd worden ook die rietstengels, die worden dan gebroken en klein gemaakt, zodat ik in het voorjaar daar mooi met een mestverspreider uit kan rijden. Ja, ja, ja. En dan heb je mooi rijpe compost. Die iets toevoegt aan het organische stofgehalte van je bodem. Die meststoffen bevat, die opneembaar zijn voor de plant. Die een stukje bodemlezing kunnen bevorderen door de schimmels en de bacteriën die erin zitten. Dus de emissie, de oppervlaktewater, die wordt minder. En dat willen we met elkaar, hè? Ja, daar is voor de waterkwaliteit heel belangrijk natuurlijk voor jullie. En gezonde planten. Ja, en de organische stofgehalte, betere benutting van gewasbeschermingsmiddelen, minder of betere benutting van de nutriënten en het vasthouden van water, van het vocht in. Ja. En dat is in de zomer hartstikke belangrijk. Ja. Dus ik ga hem nou nog een keer omzetten, Rien, in het voorjaar nog een keer. En dan heb ik een mooie mest om hem uit te rijden. Dus ik ga nog even werken. Dan kom ik graag van voorjaar nog een keer terug. Goed, zien we elkaar Succes weer, Rien. Succes ermee. Oké, dag. Dank. Mooi dat Wim en Rien als veehouder en waterschapper elkaar vinden bij het verwerken van het slootmaaisel. Ze benutten de nutriënten en de organische stof uit het slootmaaisel. En daarmee levert dit afvalproduct waardevolle bemesting op voor de grond. Bovendien komen er met deze maatregel minder nutriënten in het oppervlaktewater en verbetert de waterhuishouding. Een mooi voorbeeld van succesvol samenwerken tussen landbouw en waterschap.